De UNICEF-vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname, Nicolas Pron, heeft vanmiddag de adolescentenvaccinatiecommunicatiecampagne gelanceerd. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met UNICEF, USAID en de artiest Kater Karma. Volgens UNICEF-vertegenwoordiger Pron en de Amerikaanse ambassadeur van Suriname, Karen Williams, is deze samenwerking bedoeld om jongvolwassenen te betrekken in het vaccinatiegebeuren. The U.S. government writ large, especially USAID and our U.S. embassy here, we're very committed to ending the pandemic in the world. And these kinds of activities that spread information and reach the right audiences are very important to reaching that goal. For UNICEF, we've been supporting the government of Suriname to respond to the COVID-19 pandemic. And we find that partnering with USAID and partnering with influencers such as Kater Karma is essential to convey the right messages to young people so that they can protect themselves and protect their own families and communities. Kater Karma heeft voor deze campagne een thema bedacht en legt uit wat hij wil bereiken met deze jongeren. Het thema zegt het al, Koningapito aan toe, dat zegt voorzichtigheid en kennis. Dus ook bij de jeugd. Dus ja, vandaar. Maar in welke zin vind je dat kennis bij de jeugd ligt in dit geval van vaccinatie? Hoe denk je dat het gaat aanslaan bij de jeugd? Vooral in de interieur? Nou kijk, als jeugdige, toch? Weet je al bijna precies wat je wilt. Snap je? En je ziet van, nu is er COVID gaande. Dus ja, dat is de enige manier eigenlijk dat we... dat we onszelf kunnen beschermen. Dus. De lancering van de campagne en de ondertekening vonden plaats in het UN-gebouw aan de Gongrijpstraat.